Welkom terug bij deel 2 van onze tutorial. Hoe ga ik dus een steen omtoveren naar een kat? Nou, jullie hebben in deel 1 al gezien dat ik een schets van het kopje erop zet. Ik ga nog heel eventjes de oor even wat beter neerzetten. Want ik zie dat omdat die steen een soort bolling heeft, dat die op de camera een beetje raar overkomt. Dus ga ik eventjes gewoon een beetje dikker maken, dat het wat goed beter loopt. Nou, wat je dan als extra's doet, zijn dus deze twee boogjes. Dat zijn dus de pootjes. Dat zijn eigenlijk, ja, je ziet gewoon een grote V, een sierlijke V, dat zijn de pootjes. En dan heb je een paar streepjes voor de nageltjes van de kat. Dat zijn gewoon eigenlijk boogjes die je dus maakt. En dan heb je een staart. Dus die doe ik gewoon zo met een boogje neerzetten. En dan heb je dan de bil, dat is zeg maar zijn achterste poot, die dan met een ronding. En voor de rest hoef je er weinig aan te doen als extraatje. Wat ik wil laten zien is, ik heb hier van die penseeltjes. En die hebben eigenlijk soort stukjes ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Het lijkt net of dat ze zeg maar stukjes hebben uitgeknipt. Dat is een speciaal borsteltje zeg maar voor zeg maar streepjes te maken enzovoort. Dus die ga ik gewoon strakjes gebruiken. En voor de rest dat kleine penseeltje. Ik heb hier op mijn palet nog wat kleuren zitten. Dus waarschijnlijk wordt het een zwarte poes. Maar ik weet het niet. Ik weet het nooit wat ik ga versieren. Maar blauw en zwart heb ik op mijn palet genoeg. Want ik heb daar net een andere steen voor gemaakt. Volgens mij was het een drakenoog. Dus ik ga gewoon hier een onderlaagje onder zetten. Nou, ik heb dus een beetje blauw gebruikt. Een beetje zwart erbij gemengd. En zo ga ik dus eigenlijk de poes of de kat eigenlijk zijn basiskleur geven. Dat komt niet zo heel erg nauw. Ik wil alvast wel al gaan oefenen met het penseeltje. Dus ik gebruik wel al gelijk die streepjes in de juiste richting. Dus ga niet zeg maar alleen maar op en neer. Of links en rechts. Dat is niet mooi. Dus je bent eigenlijk nu al je laagjes aan het opbouwen. En net wat ik zeg, ik doe maar op dit moment doe ik maar wat. Dus ik wil gewoon eigenlijk alles gewoon met een klein laagje voorzien. Ik weet niet of ik zeg maar deze wenkbrauwen zo laat of ik ze zeg maar straks weghaal. Ik weet het natuurlijk al, want hij is al natuurlijk af. Maar jullie kunnen natuurlijk zelf bepalen wat voor kat dat jullie willen gaan schilderen. Als je nou bijvoorbeeld een lapjeskat wil gaan schilderen, dan kijk gewoon naar de kleuren van je referentiefoto. En probeer die zo goed mogelijk met vlakken op je basiskleur te zetten. En gebruik gewoon de donkerste kleur daarvan. Zeg bijvoorbeeld, je hebt een rode kat. Dan wil je graag dus zeg maar rood een beetje mengen met bruin. En dat als onderlaag gebruiken. En dan daarbovenop zeg maar de lichtere kleurtjes gebruiken. Maar ik probeer wel al gelijk dus de vlakken, de kleurvlakken in de gaten te houden. Nou, je ziet gewoon als ik een zwarte kat maak, dan is eigenlijk heel veel van die kat is blauw. Omdat je eigenlijk, ja, je kan natuurlijk ook een beetje paars gebruiken. Dat is ook altijd heel erg mooi. Soms ligt het ook aan wat voor omgeving dat de poes zat terwijl dat die foto werd genomen. Hoe dat zeg maar zo'n kleur van zo'n kat overkomt. Bijvoorbeeld in het gras te zien, zul je waarschijnlijk ook een beetje groenachtige tinten vinden. Het is maar net wat je wat omgeving is. Hier rond het neusje wil ik het wat lichter hebben. Dus ook zijn bekje. Dat het wat lichter is. Dus ik gebruik ik gelijk gewoon wat lichter blauw. Moet ik zeggen, het is meer grijs, hè? Dus paint gray, maar dan een beetje extra witte doorheen. Dat gebruik ik dan als een onderlaagje. Nou, ik heb deze wel al
Je ziet mijn hand heel erg snel gaan, dus wees niet geschroomd om mij te pauzeren. Dat je zeg maar kunt volgen wat ik aan het doen ben. Want het gaat allemaal heel snel, omdat de video zelf was iets over 3 uur. Ja, dat kan ik niet volpraten, ook al ben ik hartstikke gezellig. Dat is echt te lang. Daar is YouTube ook niet blij mee. Dus vandaar dat ik altijd wat versneld laat lopen. Om dan jullie proberen uit te leggen wat ik precies aan het doen ben. Zo net hier onder dat kinnetje wil ik zeg maar een soort lichtere inval hebben. Over de haartjes die eronder vallen. En dan net onder dat kinnetje wat donkerder. Dan heb je weer dat diepte effect van zo'n gezichtje van zo'n poes. Nou, zo'n kleine penseeltje is altijd wel heel erg handig om wat dunnere lijntjes mee te maken. Dus wil ik altijd wel gebruiken. Eigenlijk pak ik met alle stenen schilderen eigenlijk wel altijd die kleine penseeltjes erbij. Die zijn gewoon ontzettend fijn. Ook liggen ook fijn in de hand. Tenminste, voor mij liggen ze fijn in de hand. Net onder het oogje ook met dat Paint's Grey. Dus dat is waarschijnlijk grijs, wat blauw. Er doorheen en dan heb je een beetje Paint's Grey-achtige kleur. Ja, zo'n poes. Deze zwarte kat heeft op dit moment nog zo'n M op zijn voorhoofdje. Zo'n kopje moet ik zeggen. Alleen, ja, dan ben ik aan het schilderen. En dan denk ik van, nou, ik vind het toch niet zo mooi. Ik ga toch liever geen W of V of een M op zijn kopje hebben. Dus dan haal ik dat later weer af. Maar vind je dat als jouw referentiefoto wel zo, dan hou je dat gewoon. Net zoals ik zeg, dit is gewoon een tekening die ik al eerder had geschetst. En dan weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Ik heb ook geen referentiefoto langs me liggen. Dus ik ben gewoon aan het schetsen gegaan. En dan zie ik wel waar het schip strandt, zeggen ze wel eens. Hè? Pootje vast wat inkleuren. Net wat ik zeg, het komt allemaal niet zo heel erg nauw. Dus vul het gewoon lekker in. En dan de staart. Net wat ik zeg, het is allemaal alleen nog maar basislaagjes. Dus het is hier erg blauw. Maar daar zie je straks niet zoveel meer van. Dan net onder dat staartje is het wat donkerder. En naarmate dat je boven bent, wordt het wat lichter. Dat is zeg maar voor de bil van die poes. Nou, je ziet hier dat ik een beetje bruin er doorheen had gemengd. Had ik gewoon zin in. Net wat ik zeg. Het is alleen maar basis leggen nu op dit moment. En je kan al heel veel met je basiskleuren, vlakken, kun je al hele goede dingen mee doen. Hou gewoon in de gaten, dus daar waar je dus de donkere kanten hebt versus lichte kanten op je referentiefoto van je kat. En normaal gesproken is het gewoon aan de bovenkant van het kopje is altijd wat lichter. En dan daar waar er veel dingen samenkomen, net zoals hier op de staart en dan de pootjes, dan is het wat donkerder. En zo krijg je dus een beetje een diepte idee van de pootjes versus de staart die daar weer bovenop ligt. Naar de achterkant, zeg maar de rug van de kant. Nou, je kan ook bijvoorbeeld je kiezen om de hele steen zeg maar te schilderen. Ja, daar heb ik dus geen zin in om ze helemaal te doen. Dus ik hou het gewoon lekker aan de voorkant zo. Maar je mag natuurlijk ook de hele steen zeg maar voorzien met dezelfde kleur. Wat je wilt, wat je ook wilt.
Een beetje hetzelfde idee als de cavia. En daar hebben we eigenlijk ook de hele steen als caviaatje geschilderd. Maar, dus ik vind altijd de ene kant eigenlijk al genoeg. De achterkant, dat ziet toch niemand. Ja, of je moet hem in je hand willen houden de hele tijd. Maar omdat het een grote steen is, is het natuurlijk niet heel erg licht. Nou, ik ben dus nu al meer aan het spelen met de lichtere kleurtjes versus de donkere kleurtjes. Hier, staartjes weer wat. En aan de bovenkant weer wat extra blauw. Ik heb nog niks aan de oren gedaan. Dat komt wel. Hier tegen het oortje wat donkerder. Tegen de bilkant ook wat donkerder. En dan heb je een soort lichtere streep ertussenin. Hier aan deze kant doe ik gewoon met de paint creme blauw, alleen een beetje donkerder. En opnieuw, ik probeer zoveel mogelijk te denken aan welke kant, welke richting lopen die haartjes. Dus hier ga ik dus van links naar rechts tegen het oog, tegen het gezichtje aan. En aan de bovenkant van het kopje gaat het meer naar boven. Dus probeer gewoon eventjes te denken en hoe loopt zo'n haartje in dat geval. Kijk, je ziet eigenlijk al meteen hier het contourtje van, eigenlijk is het nu al een poes op steen, moet je zeggen. Onderkant nog een klein beetje door laten lopen. Zo. Pootjes aan de bovenkant een beetje lichter maken, zo. Dus pak gewoon een lichter tintje. Dus als jouw kat niet zwart is, maar een andere kleur, dan gebruik je gewoon een lichtere tint van diezelfde kleur voor de bovenkant van het pootje. Nou, het oortje is rood gemengd met wat bruin, zeg maar. Dus tegen de binnenkant van het oor is het wat donkerder. En aan de mate dat je naar de buitenkant gaat van zijn oortje, wordt het wat lichter. Aan de onderkant, dus tegen het kopje aan, heb je ook een donkerdere vlak. Daar valt het oor natuurlijk naar binnen. Zo. Strakjes doe ik wel met een beetje wit, zeg maar, dat accentje, zeg maar, van het oortje. Nou, niet vergeten dat je een soort binnenoor en een buitenoor had, weet je wel. Je hebt hier een rechtstreepje en dan loopt het hier met een soort boogje een beetje naar binnen, zo. En dan weer met een klein boogje naar het kopje toe. Streepje van het mondje nog een beetje donkerder maken. Anders kijkt hij zo gemeen. Nu gaan we dus meer details aanbrengen van het kopje van de poes. Net hier onder het oogje met een beetje donkerblauw. Dus doe ik gewoon zwart wat mengen met blauw. En dan heb ik donkerblauw bijna tegen marineblauw aan. Heb je die kleur ook prima. Oh, nou, hier gaan we dus naar het neusje. Dus ik wil gewoon dat het neusje een beetje een soort bruinig tintje heeft. Dus daar heb ik gewoon een beetje donkerbruin met een beetje rood. Dezelfde kleur eigenlijk die ik dus heb gebruikt als het oortje. En dat gebruik ik als basis onderlaagje voor het neusje. Dan hier aan de bovenkant van het neusje wat lichter. En dan ga ik hier met blauw, ga ik het allemaal een beetje samenvoegen.
En ik zeg blauw, maar natuurlijk blauw met dat grijs er doorheen. Hè? Dan hebben we hier de bovenkant van het oogje een soort witte band. Dat hebben heel veel poezen. Een soort lichtere, ik denk dat het gewoon daar net wat donkerder is bij dat oogje. Hè? Dus, donkerder. Het is wat minder behaard. Dus dan zie je de onderliggende vacht, of eigenlijk het huidje van de poes. Kijk, dus hier ben ik dus die M die ik dus eerst had aan het weghalen, want dat vond ik dan niet zo mooi. Dus ik probeer het een beetje samen te voegen. Waar je dus op moet letten is dat het voorhoofdje, omdat het wat verder naar voren steekt, het wat lichter is. En dan heb je meestal net daarna een soort donkerdere band. En dat probeer ik hier weer te geven. Dus wat lichter aan bij het hoofdje, hier zo. Kijk, dat ziet er al stukken beter uit. Tenminste, ik vind dat mooier. Zo. Ik probeer het ook altijd goed te kijken naar links versus rechts. En dat het in ieder geval dezelfde tekeningen. Nou, soms heb je een lapjeskat bijvoorbeeld die kunnen tekeningen hebben als haartjes dat totaal verschillend is. Maar over het algemeen zijn ze vrij symmetrisch. De natuur is daarin heel erg mooi, vind ik altijd. Als je zeg maar een tekening van een blad ziet of zo. Eigenlijk is het al een stuk kunstwerkje op zich. Tenminste, dat vind ik. Ik vind het geweldig mooi om goed te kijken naar wat de natuur eigenlijk mooie dingen heeft. Zeg maar de naaf van een blad of zo. Ik vind dat zo prachtig. En vandaar dat je ook bij tekeningen enzovoort, als je daar goed op let, dan kom je eigenlijk al een heel eind. Nou, je ziet nu zeg maar het effect van dat penseeltje, dat het zo mooi zeg maar die haartjes kunt maken. Nou, dat kun je in principe creëren met een varkenshaarborstel. Die zijn wat harder. Ik weet dat bij jullie op stenen schilderen ook wel workshops hebben gedaan. En dat ik wil haar niet bij naam noemen, want wellicht vindt ze dat helemaal niet leuk. Maar die geeft ook altijd workshops voor het gebruiken van dat soort penseeltjes. Die zijn wat harder en daardoor maken ze ook kleine streepjes. En zie je dus altijd, lijkt het beter op haartjes. Nou, ik doe nog eventjes onder het oogje met een zwarte randje. Ik maak het mondje nog even wat ronder. Ik zie dat het niet echt evenwijdig is. Ik probeer er wel op te letten dat in ieder geval het wangetje aan de linkerkant hetzelfde soort bolling heeft als de andere kant. Het onder het oogje wat donkerder. Ook onder dat wangetje mag het wat donkerder zijn. Je ziet het minder goed, dat penseeltje, op als je zeg maar met donker gebruikt. Als je daarna dan weer met lichter overheen gaat, dan heb je wel weer het goede idee over hoe zo'n penseeltje je kan helpen. Ik weet niet of je ze kunt krijgen bij schatmakertjes, maar ik denk het haast wel. Ik denk Kelly Heens, die heeft eigenlijk alles. Dus, en als je het niet heeft, dan als je het haar vraagt, wil ze het ook wel bestellen voor je. En dan kun je gelijkertijd van die mooie Santorini stenen bestellen. Die zijn geweldig. Soms, heel soms, willen ze ook wel eens een tutorial geven
aan de hand van mijn tutorials, zeg maar een beetje, zeg maar een soort workshop moet ik zeggen, een workshop doen over mijn tutorials. Dat doen ze bij stenen schilderen, hartstikke geweldige grote groep met ontzettend goede meiden die hun tijd vrijwillig geven voor deze grote groep. En altijd behulpzaam. Nou, net wat ik zeg, de workshops zijn geweldig. En dus als er genoeg verzoek is, zeg maar, om zo'n workshop te doen. Of deze, in ieder geval deze tutorials of workshop te doen, dan weet ik zeker, als er genoeg animo voor is, dat ze dat wel willen geven. En er is wel een kleine contributie aan vast. Maar dan heb je wel een gezellige avond met allemaal soortgelijke dames. Die allemaal samen dan online, hè? Want het is allemaal online. Dus je doet het gewoon lekker thuis aan je eigen keukentafel. Op je eigen bureau of hobbyplaatje waar je graag stenen schildert. En altijd een aanrader. Dan kun je altijd vragen stellen gelijkertijd. Van, hey, waarom doet hij van mij dit? Of waarom lukt het mij niet zo? Of wat moet ik hier doen? Nou, het neusje is gewoon weer donkerbruin met roze. En dan hier aan de bovenkant een klein lichter streepje. Die je dan samenvoegt. En dan heb je dat neusje. En ze soorten, nou, we weten gewoon hoe dat zat met het, aan de hand van die tekening. En dan aan de binnenkant wat donkerder. En dan heb je een mooi neusje, schattig neusje. Even kleine streepjes zetten nog. Maak het hier nog wat zwarter. Probeer altijd goed te kijken naar links versus rechts opnieuw. Zeg maar bovenop het neusje loopt het een soort, een soort piramide naar de middenkant tussen de oogjes. Dus je ziet gewoon een soort streepje, dus een soort bruin gedeelte loopt dus tussen de oogjes als een streepje naar boven. En dan heb ik hier die streepjes die zo lopen. Nou, hier een donkere streepjes weer. Nu gebruik ik weer mijn kleine penseeltje. En dan ga ik echt goed letten op waar dat de haartjes lopen. Als jouw verf nou toevallig te dik is, dan kun je niet hele mooie dunne streepjes maken. Dus denk je nou eens, waarom lukt me dat nou niet? Ik heb dezelfde penseel, ik heb dezelfde verf, hè, want het is gewoon deco art verf. Die je dus ook bij schatmakertjes kunt kopen. En je denkt van, ik heb eigenlijk alles hetzelfde, maar het lukt mij niet om die dunne lijntjes te maken. Dan heb je waarschijnlijk, maak je het niet dun genoeg. Dus op het allerlaatste, als ik zeg maar hele dunne lijntjes wil maken, ik zal het straks ook laten zien met de snorharen, dan wil ik er bijna een soort waterwasje van maken. En dan kan ik hele mooie dunne lijntjes maken. Nou, ik gebruik strakjes ook een heel dun penseeltje. Nou, ik weet dat ze die bij schatmakertjes wel hebben. Dit is echt een hele dunne, dat noemen ze een sleper. Maar ook deze kleine penseeltjes kun je eigenlijk aanpassen. Zeg maar stukjes gewoon van afknippen. Dat je dus ook een soort sleper creëert.
Net onder die wenkbrauw maak ik het wat donkerder. En opnieuw zorgt dat ook weer voor diepte. Loopt altijd een beetje naar beneden. En omdat het dan nog nat is, kun je dat ook fijn blenden met elkaar. Nou, mijn vinger gebruik ik ook altijd, zeg maar, om het wat weg te halen. Als ik denk van, nou, dat zijn te scherpe lijnen, dan gebruik ik gewoon mijn vinger om het wat te verdoezelen. Nou, dit zijn dus de puntjes waar de snorharen straks uitkomen. Dat zijn eigenlijk altijd puntjes. Dus probeer gewoon te kijken dat links en rechts evenwijdig zijn en dat ze ongeveer op dezelfde plaats belanden. Hier heb je altijd nog eentje die wat lichter is en dunner. En dan aan de buitenkant doe ik een klein beetje lichter. Dus dit is opnieuw weer die Payne's Grey. Maar dan gebruik ik een extra beetje wit om wat streepjes te zetten. Om wat extra lichte plekjes te creëren. Hier lopen de haartjes naar beneden. En hier aan weer naar de buitenkant. Als je daar rekening mee houdt tijdens het plaatsen van die streepjes, dan klopt dat allemaal wel goed. Deze toch een beetje minder bol maken. Het is een echte kater. Nou, eventjes een klein buitenlijntje maken van de oren. Dat is weer die boogjes, weet je nog. En dat is eigenlijk meer, zeg maar, voor het lichtinval, dat je die oortjes wat beter ziet. Opnieuw, je gaat het naar binnen, zo, en dan weer naar buiten. Dan heb je de binnenhaartjes, nou, gebruiken we weer wat lichter voor. Die lopen allemaal naar die kant en dan deze naar de binnenkant. Zo komen ze eigenlijk een beetje naar elkaar toe. Zo moet je het zien. Aan de onderkant gebruik je weer een donkerdere kleurtje. Deze kant hetzelfde. Binnenkant. Draai het om. Ik zeg ook altijd dat het moeilijker is. Je hebt altijd een goede kant en een slechte kant. We hebben dus allemaal een voorkeur. Dus wil ik zeggen, ik vind het lastig om van rechts naar links streepje te zetten, maar ik heb geen problemen van links naar rechts. Dat heeft te maken met de linksweg, hersenhelft versus de rechter, of je linkshandig of rechtshandig bent. Maar denk gewoon, je kan alles, zeg maar, in de juiste kant maken als je gewoon je steen omdraait. Nou, de haartjes hier zijn bijna goed. Ik heb hier ook een beetje lichtblauw gebruikt voor de haartjes. Want uiteindelijk zijn het de haartjes van zo'n kat die vacht ook heeft. Bijvoorbeeld, je kan niet alleen puur wit gebruiken als er voor de rest van zo'n kat geen wit te vinden is. Dan is dat, komt dat onnatuurlijk over. Dus vandaar dat je dus gewoon werkt met je kleurtjes die die kat heeft. Hè. Dus in dit geval hebben we een blauwe kat, een Cyperse kat of zo. En dan gebruik ik dus blauw tinten. Dus met een beetje wit kun je dat blauw tinten dan ook lichter maken. Dus hier zit weinig puur wit in. Op dit moment nog helemaal niks.
nog een paar highlights hier op dat pootje. Dus daar waar die nageltjes, zeg maar, de pootjes, komen ze hier aan het eerste streepje aan de bovenkant. En dan de pootjes ook. Lichtere plaatjes hier zo onder de kin. Soms hebben zo'n katten hebben zeg maar een soort witte band of zo'n befje. Dan zou je in principe puur wit kunnen gebruiken. Maar dat doen we nog niet. Lekker spelen met je kleurtjes. Nou, dit is gewoon een normaal penseeltje. Die wat dunner is. Nageltjes. Een beetje nog aan de staart. Ik hou altijd de oogjes voor het laatst. Ik heb dat wel eens, krijg dat vaak van jullie te horen van waarom doe je niet de oogjes? Doe de oogjes. Maar voor mij is eigenlijk zo'n oogje een soort beloning. Van een steen maken. Ik vind dat altijd heel leuk om de oogjes te doen. Dus vandaar dat ik altijd die als laatste bewaar. Maar als je niet kan wachten, dan natuurlijk doe gewoon dat oogje. Dus ik ben hier nog steeds met donker en met licht, zeg maar, zo eerst een band maken. Gewoon wat hier en daar wat streepjes neerzetten met wat donker en met wat licht. Het is nou leuk, zeg maar, om zo goed mogelijk de haartjes neer te zetten. Dus hou gewoon in de bollingen in de gaten. Je ziet ook dat billetje, zeg maar, ook een beetje met een boogje naar de staart loopt. En nu gaan we het oogje doen. Nou, eerst met een donker bruin vul ik het gewoon in. Ik heb gewoon die kleur heb ik nog. Droog maken en dan bovenkant wat donkerder. Nog steeds met donkerbruin. Maar je wilt net aan de onderkant wil je wat donkerder hebben. En aan de bovenkant. En hou gewoon de ronding in de gaten. Hè? Dus... neusje, heeft de oogjes laten. Streepje. Onderkant van het kindertje, het befje, nog een kleine streepje zetten. Dat is alleen maar aan de onderkant. Hè? Niet onder dat streepje, zeg maar het neusje, maar meer aan de onderkant. En dan ook tegen de buitenkant nog wat lichter. Met kleine streepjes. Soms is het ook als jouw penseeltje nou niet mooie dunne lijntjes maakt, dan kan het gewoon zijn dat je penseeltje gewoon wat ouder is. En dan kun je beter of een nieuw penseeltje gebruiken of een stukje ervan afknippen dat die wat dunner is. Nou, je ziet hier dat ik dus aan de bovenkant van het oogje eigenlijk een stukje donkerder maak. En dat ik nog steeds die onderste stuk nog wat lichter heb. Nou, de pupil is een soort streepje. Nou, dan kun je ook zelf bepalen hoeveel van een opening van een pupil dat je wilt. Dus ik heb hier gewoon, en het is een soort, het is niet een rondje. Zeker niet, hè, want zo'n
oogje opent altijd met een soort, ja, een soort diamantje, zo moet je het zeggen. Alleen een wat ronder diamantje. Onderkant hier, dus de bovenkant wat donkerder. Hier donkerder. Een beetje meer zwart. En dan daaronder een beetje lichter. Nou, je kan natuurlijk alle kleuren gebruiken die je zelf wilt. Dus net als ik zeg, ik heb hier rood en bruin op mijn pallet liggen. Dus dan gebruik ik die. Ik heb ook wat koperkleurige metallic lak. Kun je ook weer bij schatmakertjes kopen. En als je die een klein beetje op je oogje doet, zeg maar daar waar het wat lichter is, dan geeft dat een hele geweldig mooi effect. Ik vind het gewoon, ik ben een hele grote fan van dit spul, dit metallic verf. Geweldig. Om de oogjes te laten sprankelen. Kijk, en dan zie je dus dat zo'n oogje meer dieper in zo'n steen lijkt te liggen. Ook altijd belangrijk om het oogje even groot te hebben. Nou, de sparkle opnieuw is wit aangelengd met wat blauw of wat grijs. En dan hier een hele klein puntje puur wit. Dan heb ik dus twee verschillende soorten manieren van sparkle. Oh, dit vind ik zo leuk. Nu is het eigenlijk, kijk, het begin van zo'n steen is altijd, nou ja, niet saai, maar altijd, je moet zoveel doen. Maar als je uiteindelijk op de laatste stukjes bent, ja, dan kun je echt je ei kwijt en de juiste kleurtjes en details. Ja, heel erg leuk. Maar je moet wel altijd opletten, want het is ook vaak zo bij mij dat ik gewoon te ver ga. En dan denk ik, oh, en dan moet ik weer heel veel doen om het zeg maar weer terug naar het origineel te krijgen. Het goede van acrylverf is dat je het eigenlijk altijd kunt overschilderen. Dus je hoeft nooit druk te maken dat je totaal de mist in gaat. En soms moet je gewoon je steen aan de kant leggen en hem weer oppakken een week daarna. Als je er weer volle moed tegenaan kan gaan. Dus, maar dat is ook lastig. Hè? Want als je eenmaal bezig bent. Nou, als je zelf ook zo'n steen maakt, hè, dus even kijken, hoe gaan we die poes noemen? Misschien Rocky? Nou, dat is een beetje saai, is het niet. Maakt niet uit. Maar als je nou zo dit wil gaan proberen, dus aan de hand van mijn tutorials, hè, de eerste kant. Oh, dit is zo'n sleeper, een hele dunne. Dan ga ik eventjes laten zien. En dan zal ik straks wel lekker verder kletsen. Nou, dit is dat waterwas. Je ziet gewoon dat het ontzettend dun is. En daarmee, met zo'n dun penseeltje, kun je hele leuke dunne lijntjes maken. En als ik dan denk van het is te dik, dan gaat mijn vinger erover en dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. Ik probeer altijd zoveel mogelijk van die snorharen te doen. Ja, dus wat ik wou zeggen is dat als je nou zo'n steen maakt, zet het dan op de Facebook
Facebookgroep van stenen schilderen. En als je dan mij tagt, zeg maar, onder de naam Rosemarie Stevenson, dan kan ik hem zien. En ik vind het altijd ontzettend leuk om jullie stenen te zien. Dat is ook mijn motivatie om die tutorials te maken. Daar doe ik het voor. Ik vind het heel leuk als ik ze mag zien. Nou, ik heb hier met zwart, doe ik eigenlijk zelden met het waterwasje, om hier en daar een zwart lijntje net onder zo'n wit lijntje te maken. En dan hebben we boven het oogje ook meestal een paar van die haartjes. Kijk, dit is mij aan de dus moeilijk van rechts naar links. Nog wat highlights aan het oortje. Dan vallen de oortjes wat beter op. De laatste loodjes, hè? Nou, we zijn bijna klaar. Het staartje. Ik denk, wil ik het nou meer pluimpje maken of wil ik het meer rond hebben? Dit is zo'n moment dat je denkt van, eigenlijk was het prima. Had ik gewoon niet aan moeten komen. Zo'n pluimpje is leuk. En dan denk ik van, oh, had nou gewoon gestopt. Maar ik laat het gewoon jullie zien. Dat ik ook zeg maar vaak zeg maar denk van, oh, vind ik het nou, wil ik het nou door laten lopen of niet? En ja, dit was dus totaal onnodig. Maar ik ben ook maar een mens. En die graag zeg maar lekker doorfrutselt. Dus ja, totaal onnodig. Maar uiteindelijk ben ik 10 minuten verder en heb ik uiteindelijk het weer zoals ik het had. Oh jee. Leer gewoon van mijn fouten, hoef ik jullie het niet te doen. Nou, nog een klein beetje highlighter op dat billetje. Altijd wel leuk. En aan de onderkant is het wat donkerder. Klein beetje donker nog onder dat mondje en het streepje op het neusje nog een beetje highlighten. Een paar kleine streepjes. Nou, dit is meer in het echi, zeg maar. Nu heb ik hem niet versneld. En je ziet hoe langzaam dat ik uiteindelijk werk. Hè? Dus ik ben niet super snel. We gaan onze initialen erop zetten. Lekker een dik gedrukt. Dan valt het ook goed op. Hoppakee. En dan ga ik Rocco, ga ik lekker een laagje voorzien van epoxy. En dan kan die gebruikt worden als deurstopper of zo. Want het is echt een grote jukkel. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze tutorial. En sorry dat het zo lang heeft geduurd. Ik hoop dat de volgende niet zo heel lang gaat duren. En ik zie jullie dan heel graag terug voor de volgende keer bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Doei!